De dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovense Veer, een traject van 17 kilometer met 400 woningen, voldeed niet meer aan de veiligheidseisen. Dit was de aanleiding voor het waterschap om met bewoners om tafel te gaan zitten en een plan te maken voor een dijkversterking met zo min mogelijk overlast die toekomstbestendig is. Dijkverbetering 2.0. De opdrachtgever heeft een samenwerking gezocht met een partij die open stond voor nieuwe ideeën. Het is gelukt om verschillende bestaande innovaties met elkaar te verbinden om nieuwe oplossingen te creëren die zorgen bij bewoners wegnemen en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. Zo zijn er boorpalen trillingsarm geplaatst nabij bestaande woningen en zijn er, door een optimalisatie van een landelijke rekenmethode, diepwanden gerealiseerd met een slankere constructie. Met het gebruik van augmented reality is het mogelijk om de toekomstige klimaatdijk, een innovatieve dijk waarop woningbouw mogelijk is, al te zien voordat hij is aangelegd. Door de zakbakens met een drone in te meten, wordt het inklinken van het dijklichaam in de gaten gehouden. Een glasvezelkabel is geplaatst om de dijkverplaatsing te monitoren. Ook wordt door het gebruik van IoT continu het verplaatsen van de ondergrond bij woningen gemeten. Alle informatie van het project is middels een BIM-model aan elkaar gekoppeld. Hierin zijn bijvoorbeeld de gegevens van bewoners te vinden, maar ook de wegen, fietspaden, beplanting en hoogteniveaus. Indien woningen herbouwd worden, zullen ze door middel van een extra sterke fundering tijdens een toekomstige dijkversterking opwijzelbaar zijn. Door slim verschillende innovaties in te zetten en met elkaar te verbinden, is straks de veiligheid voor de omgeving voor de komende decennia gewaarborgd. Met minimale overlast voor de bewoners en met een toekomstbestendige en veilige dijk als resultaat.